De provincie Limburg bestaat uit maar liefst 31 gemeenten en één waterschap. De omgevingsvisies en plannen moeten met het zicht op de nieuwe omgevingswet integraal van aard zijn. Om de gemeente hierbij te ondersteunen, heeft het waterpanel Noord-Limburg een bouwsteen water en klimaat ontwikkeld. In de bouwsteen staan kant-en-klare elementen ten aanzien van water die in die omgevingsvisies en plannen kunnen worden opgenomen. Het idee van de bouwsteen is ontstaan doordat ik als wateradviseur steeds vaker als sluitpost bij projecten betrokken werd. Dus of de lade aan boord kwam of helemaal niet. En dan ja, met alle gevolgen van dien werd het wateronderdeel niet goed geborgen. Daardoor kwam het idee om die bouwstenen op te stellen, maar dan niet sectoraal vanuit het water, maar juist met andere beleidsvelden erbij. En zodat je het ook integraal bekijkt. En dat is ook in de gedachtegoed van de omgevingswet. We zijn eigenlijk eerst gaan kijken van wat er al was op dit vlak, maar er was gewoon nog helemaal niks. Dus het was best een grote uitdaging om hiermee van start te gaan. Dus we zijn eigenlijk eerst gaan kijken, nou, wat willen we hiermee bereiken? Wat is het doel van deze opdracht, of van deze bouwsteen? Dat heb ik geformuleerd. En daarna zijn we gaan kijken van, hey, wat ligt er allemaal al? Want je begint natuurlijk niet vanaf nul. Er liggen al heel veel beleidsplannen, je hebt wetgeving, regels en dat soort zaken. En dat hebben we eerst verzameld in een heel groot overzicht. En vanuit dat was eigenlijk het startpunt om weer verder te gaan. De focus van de bouwstenen kwam toen we in gesprek zijn gegaan met gemeentes en provincies. En dat waren mensen met achtergronden op het gebied van ruimtelijke ordening. Maar ook mensen die aan de slag waren al met de omgevingswet, dus omgevingsvisie en omgevingsplannen. En door met hun in gesprek te gaan, werden we weer de goede kant op gewezen. Omdat we als werkgroep, heb je een bepaalde focus op je stuk. En door input van anderen word je weer de goede kant op geduwd. Ja, wij moesten als waterschap ook een omslag maken. De omgevingsvisie vraagt van ons dat we proactiever naar gemeenten toe gaan. En vooral dat we vanuit het waterschap zijn we toch gewend, je hebt water en de rest. We moesten ons eigenlijk verkopen. En wij wisten niet hoe. En toen kwam Roy Thijssen vanuit Waterpanel Noord, die zegt, ja, wij willen iets van een bouwsteen maken, zodat je aan de voorkant meer je verhalen voor water kwijt kunt. Hoe het eruit ging zien, dat wisten we nog niet, maar dit was wel het initiatief waar ook wij naar op zoek waren. Nou, een tracker is gewoon heel belangrijk en zeker als je niet weet welk product je gaat opleveren. Je moet continu focus hebben op waar doen we het voor, wat is je doel, maar ook de leerdoelen die we hadden opgesteld. Dat hebben we gedurende het proces waar we een paar keer misschien met de vuist op tafel moeten slaan van hey, wat was het doel en we gaan die kant op, want als je dat niet doet, ja, zonde als mensen afhaken en dan niet meer meedoen. Kenmerken van dit proces was vooral het centraal stellen van het doel. Juist dat je met verschillende disciplines en verschillende bedrijven en verschillende overheden zit, is het belangrijk dat je het doel centraal stelt. Dus waar werken we naartoe? Waar gaan we heen? Dan vormt eigenlijk de rest van, de deelnemers gaan dan vanzelf met de neus de goede kant op staan. Het is het doel waar je het voor doet en je eigen belang wordt dan al snel weer secundair. Kenmerkend aan dit proces was met name de focus die we op de voorkant van het proces gelegd hebben. Wat je zag is dat we niet alleen informatie samen verzameld hebben, dat we onze netwerken samengebracht hebben, maar dat we ook gezocht hebben samen naar ons gezamenlijke doel, naar de verwachtingen ten opzichte van elkaar en waar we het dan uiteindelijk voor deden. En dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat we een product hebben kunnen neerzetten wat nu overal daadwerkelijk toegepast kan gaan worden. Wat ook mooi is aan dit traject is dat de gemeenten in Limburg-Noord besloten hebben om dit traject ook voor andere thema's toe te gaan passen. En dat zal dus ook op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid en gezondheid met partners gaan gebeuren. De bouwstenen die we uiteindelijk hebben gemaakt, dat is een document wat eigenlijk voor heel Nederland toepasbaar is. Het is weliswaar Limburg-Noord, maar we hebben het niet voor een gebied specifiek gemaakt. Dus de voorbeelden die zijn generaal, die kun je overal in combineren. Het detailniveau is ook van die aard dat een gemeente ervoor kan kiezen om het te knippen, plakken erin. Of dat ze het gewoon echt op maat maken. Dus je kunt er eigenlijk heel goed mee uit de voeten en je krijgt echt een gevoel hoe je water kunt terug laten komen in je omgevingsvisie, zonder dat het alleen water is. Het is meer dan water alleen. De grootste les als projecttrekker was dat het heel erg belangrijk is dat je continu het doel voor ogen blijft houden. Maar ook de samenstelling van de groep die was heel erg belangrijk. Want omdat je werkte met verschillende beleidsachtergronden, kreeg je ook echt een gedragen product. En dat product, daar stonden we allemaal achter, waar we ontzettend blij mee. En dat succes hebben we ook zeker gevierd. Maar dan ben je er nog niet, want dan begint pas de echte implementatie.